Donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 december staat het Julianapark in het teken van Winterlicht. Het is inmiddels alweer de 6e editie van dit evenement. Dit jaar is in het park in Schiedam-West het werk te zien van 20 nationale en internationale lichtkunstenaars. Winterlicht opent op donderdag 12 december met onder meer een lampionnenoptocht en een show met veel vuur. We praten hier aan tafel over door met Aris de Bakker en Yvonne Koopman, organisator, kunstenaar en kunstenaar. We hebben hier een prachtig object hier op tafel staan. Wat heeft dat te maken? Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken, neem ik aan. Er zit licht in, hè? Dus het gaat over winterlicht, dus daar heeft het mee te maken. Ja. En de bedoeling is dat er zijn verschillende helmen gemaakt door de leerlingen van Spieringshoek. Ja. En de bedoeling is dat die helmen op de hoofden komen te staan van de steelband die ook de opening doet van Winterlicht. Oké, is dat niet zwaar? Nee, is niet zwaar. Zal ik hem eens opzetten? Mag ik hem op? Ik heb een veel te groot hoofd. Nee, je kan hem versnellen. Is dat zo? Ja. Hoe doe je dat dan? Ja, een beetje schuiven. Oh, moet je even schuiven, ja. Ik ben geen bouwvakker geweest. Nee, ik heb maat 63, dus dat is een soort kinderbadje wat ik normaal gesproken moet hebben. Ja. Maar dat zet je dan zo op je hoofd? Ja. Nou, zo, en dat bandje, dat kan al onder je kin, hè? Dat wil je nu niet doen, maar... Nee, oké. En dan ben ik in de stielband en dan heb ik dit op? Ja. En hoeveel van die mutsen of die helmen heb je gemaakt? We hebben 5 helmen gemaakt. Oké. En is dit te koop ook? Dit is niet te koop, nee. Het concept is te koop. Oké, goed. Nou, ik vind hem hartstikke mooi. Ik doe hem even af. Aris de Bakker, jij bent de organisator van dit evenement. Bijzonder, ik heb een collega hier bij de tv en die zegt, nou, ik ga zeker kijken, want het is altijd ontzettend bijzonder. Dus, nou, ik geef een open doekje om het zo maar even te zeggen. Ja, ik denk ook dat het heel erg bijzonder is, omdat we echt 20 hele goede lichtkunstenaars hebben. En dat is uniek, zeg maar, hè? Dat je zo'n groep bij elkaar hebt in de stad. Dus ik zou uniek zeker voor gaan. Schiedam, uniek voor Nederland, uniek voor de wereld. Ja, kijk, in Nederland zijn een paar lichtfestivals. Sommige die hebben heel erg veel geld, hè? Die zijn wel bekend, Glow en Amsterdam Light. En die hebben dan ook hele grote publieksgerichte evenementen. Maar wij hebben lichtkunstenaars die echt, zeg maar, uit de kunst komen. Misschien wat kleinschaliger werken, maar wel heel bijzonder werk maken. Echt wat experimenteler, zeg maar, hè? Iets gedurfder. En wij geven ze ook wat meer de vrije hand. Wij stellen het park beschikbaar. Zij hebben voorstellen natuurlijk gemaakt, wij hebben daarop gekozen. Maar ze zijn toch wel een beetje vrij om binnen, zeg maar, het park, het thema, hun werk te doen. En ik denk dat je daardoor ook een heel levendige tentoonstelling krijgt. Ja. Yvonne, jij bent lichtkunstenares? Nee, ik ben kunstenaar en ik doe ook participatieprojecten. Nee, ik was even benieuwd, hoe word je lichtkunstenaar dan? Nee, dat word je niet. Dat ben je? Nee, dat groeit. Oké, tenminste, je wilt deelnemen aan zo'n festival. Ja. En jouw eigen werk, met jouw signatuur, daar zoek je dan een vorm voor, waar ook licht een onderdeel van is. Net als deze potjes. Ja, haal ze er even bij. Dan kunnen we Moet ik ze naar voren? Ja, nee, haal ze maar even naar voren. Dan kunnen de mensen het ook... Nou kijk, ik heb dit zijn potjes met licht erin, met de wereld op zijn kop. Ja. En die heb ik gemaakt met de mensen van de GGZ Delftland. Die hebben... dat zijn eigenlijk de buren van Winterlicht. Alleen ze zijn nu aan het renoveren. Dus ik heb op 2 locaties, in François Havensmied en in Spinhuispad hier in Schiedam, hebben we deze potjes gemaakt. Ja. Er zijn er ongeveer 50. Ja. Ben jij alle 3 dagen aanwezig? Nou, dat zal wel moeten, want die lichtjes die moeten uit. Ja, je bent dus echt bezig om dat te doen. Even voor de mensen die daar nog nooit bij geweest zijn, Aris. Wat krijg je daar dan te zien en hoe laat begint het? Ja, het is aanstaande donderdag tot en met zaterdag. Ja. Elke avond, 5 tot 10 uur. We hebben in het park een soort algemene verlichting door de vuurkunstenaar gemaakt. Dat loopt door het hele park heen, waardoor het al heel sprookjesachtig is. En daar maar verspreid in het park zijn 20 kunstwerken. Er zijn bij de koepel, op de heuveltje, daar is een plek waar ook muziek, performances, vuurkunst vertoond wordt. En daar kan je ook wat eten en drinken. Dat is verzorgd door de buurt, zeg maar, hè, door de stichting, via Stichting Feruengo. Die zorgen voor de muziek en die zorgen voor de catering. Ja, het is gewoon heel erg aangenaam, denk ik. Om waarom moet ik er naartoe? Nou, ik denk om twee verschillende of belangrijkste redenen. Ik denk dat het een geweldig moment is in zo'n donkere periode van het jaar om naar zoiets heen te gaan. Hè? Want het zal je toch ongetwijfeld opvrolijken en je kan genieten van het sprookjesachtige van het park. Dat is één. En aan de andere kant doen we er alles aan ook om het... om via muziek en catering ook een aangename plek te maken. Ook al is het slechtste weer altijd van het hele jaar ongeveer. En je ziet dat mensen, ja, die blijven natuurlijk geen uren, maar ze blijven best wel een tijdje hangen, omdat er zoveel te zien valt. En mensen gaan daar met een heel goed gevoel vandaan. Die zeggen, dat is bijzonder. Ja, wij hebben zoveel goede reacties gehad de laatste jaren. En dat zie je vooral op social media. We zien daar echt zoveel reacties komen. En wat zijn die reacties? Wat zeggen mensen dan? Nou, dat ze nooit verwacht hadden dat ze zoiets leuks mee zouden maken. Hè? Ja. Dat is het wel eigenlijk. Ja. Gewoon de verrassing is groot. Ja. Yvonne, nog even, jij bent daar. Wat is jouw rol en jouw taak en functie dan? Nou, buiten het licht aan en uit doen? Nou ja, mijn taken zijn eigenlijk al bijna volbracht. Want ik heb dit is mijn idee. En ik heb het project uitgevoerd. En ik ga het ook neerzetten in het park op staanders. Die hebben een soort prikkers. En die hebben mensen ook gemaakt bij de GGZ. En dan, ja, het is natuurlijk ontzettend leuk om in zo'n park rond te lopen en dat mensen daar heel positief op reageren. En maar is het kijken of ook kopen? Nee, mensen die dit gemaakt hebben, die krijgen het allemaal weer terug. Oké. Okay. Het heeft niet de bedoeling om dingen te verkopen? Nee, je kan wel, als mensen zeggen van, wij willen ook graag zo'n project, dan zou je het project verkopen. Maar dat is niet in eerste instantie het idee waarom je meedoet. Het is meer voor de samenhorigheid en om mensen... nou, wat Anne ook zei, van dat je mensen laat verbazen en verrassen. En het is... iedereen kan er gewoon in. Je kan gesprekken voeren met kunstenaars en met mensen die er zijn. Maar je kan ook heel anoniem daar rondlopen en alleen maar zelf genieten van die... mooie lichtobjecten en performances. En wat is het verhaal wat je dan vertelt als mensen bij jou komen? Wat geef je ze dan mee? Nou, dan geef ik ze ook mee dat eigenlijk... het is eigenlijk een bruggetje slaan naar de kunst. Vaak is kunst heel verheven. En door dit soort projecten en door bijvoorbeeld met die stielbanden net een andere draai aan te geven... gaan mensen ook op een andere manier kijken en ervaren ze het ook anders. Ja. Even voor de mensen, het Julianapark, dat zit in West. Ja. Dat zit bij de West-Frank-Langse Dijk in de buurt? Het is bij de burgemeester Knappertlaan. Ja. Het is eigenlijk heel dicht bij het centrum. Hè. Het is maar 5 minuten of 10 minuten lopen, een paar minuten op de fiets. En je kan er met de bus komen, dus het is wel best wel toegankelijk. En je kan gratis parkeren in de omgeving, dus dat is niet een... je kan ook gewoon met de auto komen. Ja, nou is West nog wel eens een uitdaging om daar je auto neer te zetten. Ja, maar bij Julianapark valt het mij altijd reuze mee. Ja. Als mensen hier meer over willen weten, waar moeten ze dan terecht? Onze website winterlicht.nl, daar kan je alles op vinden. En we zitten ook op Facebook. Daar hebben we dagelijks, zeg maar, de aankondigingen van de verschillende kunstenaars en de verschillende performances of optredens van muzikanten. Dus op die twee kanalen kan men ons goed vinden. Ja, verder hebben we natuurlijk her en der posters en folders liggen door de stad heen. Ja. Yvonne, heb je nog een oproep waarom mensen hier naartoe moeten komen? Waarom mag je dit niet missen? Nou, het is echt een leven... helemaal onder de ja, dat zie ik. Precies, ja. Sorry. Nee, maakt niet uit. Maar ja, je moet het gewoon ervaren, dat lichtfestival. Je moet er gewoon heen en het is verrassend en het verbaast je en het is gewoon... Ja. Tellen jullie het aantal bezoekers wat er normaal gesproken komt? Wij hebben daar een soort methode voor. Wij geven aan alle bezoekers die binnenkomen geven een folder. Ja. En, maar ja goed, heel vaak komen mensen met gezinnen natuurlijk. Dan neemt één iemand wat. Maar wij weten aan de hand van die folders die we uit hebben gegeven... vrij aardig van hoeveel mensen er komen. En dat zit ergens tegen tussen de 2.000 en de 3.000 mensen die op bezoek komen. En daar zijn wij heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie dat aantal dit jaar ook gaan halen en veel succes ermee.